Acht van de 12 slachtoffers van het bootongeluk op de Kopenamerivier zijn zaterdag ten grave gedragen. De publieke belangstelling was groot en het was heel druk op de Erka-begraafplaats van Groningen. De eerste 8 slachtoffers die zijn begraven zijn Desharel April, Jaisriel Wiswane, Anjani Hanuman, Archana Hanuman, Helga Hanuman, Anipa Narsing, Elsa Narsing en Chenilio Talon. Monsignor Wilhelmus de Becker heeft de nabestaanden getroost met een tekst uit Matthäus 14, waarbij Jezus zijn discipelen hoop bracht. Toen ze hem over het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Een spook, schreeuwden ze uit angst. Houdmoed, riep hij hen toe. Ik ben het, wees niet bang. Heer, als u het bent, zei Petrus, geef me dan de opdracht over het water naar u toe te komen. Kom, zei Jezus. En Petrus stapte de boot uit en liep over het water naar Jezus toe. En toen hij merkte hoe hard de wind waaide, werd hij bang. Hij begon te zinken en riep, Heer, red mij. Meteen stak Jezus zijn hand uit en pakte hem vast. Wat heb jij een klein geloof, zei hij. Waarom twijfelde je? Toen ze in de boot waren gestapt, ging de wind liggen. De leerlingen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. Tot zover de woorden van het Heilige Evangelie. Mogen deze woorden ons geloof bevestigen en ook ons bemoedigen. De monsignor zei verder dat deze tekst toepasselijk is voor de nabestaanden, omdat zij zeer waarschijnlijk na zo'n voorval twijfel hebben in God. Zo had ook Petrus zijn twijfels, maar de Heere is er voor u, zei de monsignor. Hij drukte hun op het hart het vertrouwen in de Heer niet te verliezen. Met de druk van omstandigheden vragen wij ons dan angstig af of het leven dan toch niet zinloos is. We merken zo weinig van die helpende hand van God. Is het kwaad dan iets sterker dan het goede? Heeft de dood niet het laatste woord? Evenals Petrus twijfelen we aan de aanwezigheid van de Heer. We dreigen weg te zinken in ons ongeloof. En dan is het tijd om ook hulp te roepen en met Petrus uit te schreeuwen, Heer, red mij. Wij mogen schreeuwen in ons verdriet. En hij zal ons de zin van het leven teruggeven, dat de hoop op leven sterker is dan de dood. Zoals de Heer Petrus bij de hand vatte, zo zal hij ook ons de hand reiken. Maar als wij in de storm van het leven niet op de Heer vertrouwen, zinken wij weg en wordt ons leven zonder uitzicht. Monsignor Wilhelmus de Becker afgelopen zaterdag tijdens de uitvaartdienst van de eerste 8 slachtoffers van het tragisch bootongeluk. De uitvaartdienst en begrafenis hebben plaatsgehad op de Erka-begraafplaats te Groningen-Saramakke. De 3 andere slachtoffers zijn vandaag ten grave gedragen op de begraafplaats de Welgedag A.